Hallo, ik ben Wilrik de Loze, softwareontwikkelaar bij TAS. Elke moderne auto heeft tegenwoordig een CAN-netwerk, waar allerlei gegevens zoals snelheid, remkracht en acceleratie, maar ook de technische staat van de auto tijdens bijvoorbeeld een ongeval, op worden geregistreerd. Een wagenparkbeheerder kan ontzettend veel met die informatie doen. Kwestie is alleen, hoe haal je die informatie op een zo handig mogelijke manier uit de auto? Tot nu toe wordt elke auto uitgerust met een individueel kastje, merk en type specifiek. Het is natuurlijk niet handig. TAS heeft hier een oplossing voor. Die oplossing heet UCAN. Die hebben we in samenwerking met NXP, TU Eindhoven en Beijer Automotive ontwikkeld. Het is één kastje dat alle gegevens uit de auto registreert en online beschikbaar maakt. Locatie, dus plaatsbepaling, hoort er dus ook bij. Maar wat kunnen we nou precies met die gegevens? Nou, een werkgever mag ervan uitgaan dat er fatsoenlijk met de bedrijfsauto wordt omgegaan door de werknemers. Maar UCAN werkt erin preventief, want een werknemer is zich meer bewust van zijn eigen rijstijl en rijgedrag. Niet alleen dat, maar ook de locatie van de auto is ook altijd beschikbaar. En is eigenlijk ook al een veilige gedachte. Kijk, feitelijk zitten we nu nog in de testfase met UCAN. En zijn we... Oh, één momentje. Ah, nou, zul je al zien. Is mijn bandenspanning te laag? Daar ga je direct wat aan doen. Tot ziens!